Hallo allemaal, daar zijn we weer. De volgende workout van vandaag kun je zien als een hersteltraining van gisteren of als een workout op zich, een beetje afhankelijk van je spierpijn misschien of hoe dat je voelt. We gaan naar buiten, dat is prima mogelijk, het is hartstikke goed weer. Hou wel afstand van andere mensen, dus minimaal 1,5 meter zoals adviseren van het RIVM. En kies een optie die bij je past. Ja, ben je in goede conditie, dan kun je kiezen voor optie 1. Het is een combinatie van wandelen, joggen en echt rennen. Is dat te zwaar voor je, kun je kiezen voor een makkelijkere optie. Door bijvoorbeeld optie 2 te kiezen, een combinatie van wandelen en joggen. En gaat dat niet vanwege blessures of vanwege je conditie, ga dan gewoon lekker 5 kilometer wandelen voor jezelf. Ook dat is hartstikke goed voor je. Ja? Daarna kun je kiezen voor een core training. Ik zal de verschillende opties even uitleggen ook. Het is de bedoeling dat je 10 minuten lang probeert door te werken met zo min mogelijk rust. Dat zal niet voor iedereen mogelijk zijn. Het is best, best pittig voor sommige mensen. Het is geen probleem, doe je gewoon wat je wel kunt. En waar nodig neem je dus iets meer rust in acht. Dat je het in ieder geval het gevoel goed vol kunt houden met een goede techniek. Ja? Qua techniek. We gaan planken. Mag je op je ellebogen doen. Die probeer je zo recht mogelijk onder je schouders te zetten. Benen naar achter. Ja, zorg dat je je buikspieren goed aanspant. Je bilspieren licht aanspannen. Dat je je onderrug een beetje afvlakt. Ja, let op dat je niet in je rug gaat hangen. Of juist helemaal daar gaat zitten. Goed die buik op spanning houden. Ja, druk je schouders een klein beetje weg van je oren. Dat je niet daarin gaat hangen. Ja, dit probeer je vast te houden. Lukt dat niet, kun je kiezen voor de optie op je knieën. Ja, deze maakt hem wat makkelijker. De side plank. Je gaat op je zij liggen. Ook nu weer. Die elleboog zo recht mogelijk onder je schouder. Je kunt je voeten op elkaar leggen. En je duwt je heupen zo hoog mogelijk naar boven. Ja, blijf constant actief die heupen naar boven duwen. En je buik goed aanspannen. Ja, als het goed is ga je daar wat voelen. Als dit te zwaar is. Kun je ervoor kiezen om je onderste been te buigen. Dus je steunt op je knie en je doet eigenlijk hetzelfde. Ja? Constant actief die heup naar boven duwen. Ja? Oké, dit gaan we dus proberen unbroken te doen. Lukt je dat? Laat het weten in de comments. Lukt het niet? Geen probleem. Pak je iets meer rust. Iedereen zou deze workout moeten kunnen doen. Succes!